Ha, lieve kinderen. Wat leuk dat jullie kijken naar alweer een nieuwe aflevering van Sinterklaas Nieuws Leiden. Er gebeurde een heleboel dit weekend, dus we gaan meteen beginnen met het nieuws. Moet je maar eens kijken. De Pieten die dachten dat ze nog steeds thuis moesten werken. Jongens, heb je tof en jongen, tralalali, tralalala. Wat is dat nou weer? Allemaal gevulde schoenen in het kasteel. Pieten! 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 Dit is ongelooflijk. Kan toch niet? Ongelooflijk. Wat is dit nou? Wat is er, hoofdpiet? Waarom hebben jullie die schoenen gevuld? Waarom hebben jullie die schoenen gevuld? Nee, nou wordt hij helemaal mooi. Ho. Hoofdpiet, ja, wij zijn Pieten. En je weet toch, Pieten vullen schoenen. Juist. Maar Pieten vullen schoenen thuis. En niet in het kasteel. Ja, juist. En daarom werken we thuis, want dat hoort nog steeds. Thuis? Ja, thuis. Want het Rijksinstituut voor Sint en Piet heeft geadviseerd om thuis te werken. En daarom hebben wij de schoenen thuis gevuld in het kasteel. Juist, ja. En van wie zijn deze schoenen dan? Nou, dat kan ik je vertellen, hoofdpiet. Kijk, deze is van Muziekpiet, deze is van Huispiet, deze is van Sleutelpiet, deze is van Piet Martino. Dit is natuurlijk mijn eigen schoen en ja, dan missen we er nog één. Ik denk... Ga je weg! Ga weg! Jullie moeten niet onze schoenen vullen, jullie moeten de schoenen van de kinderen vullen. Nu heeft niemand in Leiden een cadeau gekregen. Check Pieter. Denk jij wat ik denk? Check. Pieter, pak alle spullen. We gaan naar Leiden om alle kindjes de schoenen te vullen. Yay! Yeah! Op zich was het natuurlijk heel goed bedacht van de Pieten, dat thuiswerken. Maar thuiswerken, dat is natuurlijk nu niet meer nodig. Gelukkig komen ze daarom alsnog alle cadeautjes thuis brengen. Dus je hoeft niet bang te zijn als er eerst nog geen cadeautje in je schoen zat. Dan gaan we nu door naar Sleutelpiet. Want vorige week kreeg hij een heel belangrijke sleutel toevertrouwd van Sinterklaas. En we gaan nu eens even kijken hoe het daarvoor staat. Sleutelpiet, je bent mijn sleutel verloren. Help! Kan ik nou nooit eens iets wat voor mezelf doen? Hè? De deur van Sinterklaas' werkkamer staat open. Dan mag ik vast wel even binnenkijken. Wow! Die sleutel is echt super duper mooi. Die wil ik hebben. Hoe kan je nou je sleutel verliezen? Oeps, je lag toch net de sleutel van de stal? Nu ben ik zelf ook een hele belangrijke sleutel verloren. Oei, oei, oei. De sleutelpiet denkt dat hij de sleutel van de stal kwijt is. Terwijl Tinootje die natuurlijk gewoon heeft meegenomen. Woensdag gaan we nog maar eens even kijken hoe dat verder gaat. Vorige week zagen we dat Sinterklaas bezoek kreeg van burgemeester Pieter van der Werf. En vandaag was het de beurt aan Emel. Zij had vandaag een telefoongesprek met Sinterklaas. Oh ja. Ik zou Emel nog even bellen. Ja. Oh, Sinterklaas. Hallo, met mij. Hallo, Emel. Met Sinterklaas. Hallo Sinterklaas, wat fijn om je stem even te horen. Hoe gaat het met u? Nou, met mij gaat het prima hoor, Emel. Zeg, Emel, wat ziet ons kasteel er weer fantastisch uit. Dank u wel voor het compliment, Sinterklaas. Ik voelde me ook zeer vereerd dat ik het kasteel mocht schoonhouden. Nou,
Dat heb je goed gedaan. Maar even wat anders. Ik heb gehoord dat je al kennis gemaakt hebt met onze buurman, burgemeester van de Werf. Oh ja, dat oude standbeeld met die ketting om. Ja. Nou, Emel, zo kan hij wel weer. De buurman bedoelt het goed. Nou, Sint, sorry hoor, maar ik vind het net een standbeeld. En de volgende keer doe ik echt niet meer voor hem open. Nou, dat zal toch wel meevallen, Emel. Zeg, Emel, wat ik je wilde vragen. Zou jij maandag even langs kunnen komen? Ik kan je nog niet vertellen wat het, waar het voor is, maar ik beloof je, het is iets heel erg leuks. Maar natuurlijk, Sinterklaas. Ik zal er zijn volgende week maandag. Dan ga ik nu even naar de markt voor mijn boodschappen. Even olijven en tapenade kopen. Hey Sinterklaas, doei! Dag, Emel, dag! Sinterklaas heeft dus ook een verrassing voor Emel. Ik ben echt wel heel benieuwd wat hij nou van plan is met burgemeester van de Werf en met Emel samen. Woensdag gaan we daar vast meer van zien. Ook deze aflevering sluiten we natuurlijk af met TikTok Piet, die iedere aflevering een TikTok maakt op het liedje Hey Sinterklaas. Wie zou ze nou nu weer zo gek hebben gekregen om met haar mee te dansen? Ik zeg alvast wel te rusten voor straks en tot woensdag. Doeg! Hey Sinterklaas, kom naar een feestje en zwaai maar met ons mee. Hey Sinterklaas, kom met ons dansen. Wij hebben speculaas.